Welkom bij Wofar. In deze video gaan we alles vertellen over onze aluminium daktrimmer. Wofar levert aluminium daktrimmer in verschillende kleuren en maten. Maar de basis bestaat uit deze rechte stukken van 250 cm lang en deze hoeken van 50 x 50 cm. U kunt de aluminium hoeken eenvoudig inkorten met een ijzerzaag of een slijptol. De meest verkochte daktrimmen hebben een vlakke randafwerking, maar sinds kort heeft Wofar ook kraaltrimmen. Deze hebben een afgeronde afwerking in verschillende groottes en zorgt voor een heel ander aanzicht van uw overkapping. Naast de verschillende vormen zijn Wofar daktrimmen ook in verschillende kleuren verkrijgbaar. Zo zien we op dit moment een enorme trend in de kleuren wit, antraciet en zwart. Natuurlijk blijft de echte hardloper nog de traditionele aluminiumkleuren daktrim. Een daktrim dient als aluminium randafwerking van uw dak. Niet alleen zorgt het voor een superstrakke afwerking, maar zorgt het er ook voor dat er geen hemelwater meer onder uw dakbedekking komt. Vergeet bij het bestellen van uw daktrimmen niet om aluminium koppelstukjes mee te bestellen. Hiermee verbindt u namelijk twee verschillende daktrimmen aan elkaar. Dan ga ik u nu even laten zien hoe u dat doet. U schuift het koppelstukje in één daktrim. Dan schuift u de andere daktrim daar weer overheen. Drukt ze samen. Het is nu net één geheel. We hebben hier een boeideel van een overkapping nagebouwd. En ik ga u nu laten zien hoe u een aluminium daktrim monteert. Nadat u de dakbedekking heeft geplaatst, dient u de daktrimmen aan te brengen. Snijd de dakbedekking niet te strak op de boei af, maar zorg voor een kleine overlap van ongeveer 1 cm. Zo voorkomt u dat het water naar binnen gaat. Zet altijd eerst twee stroken EPDM-lijm en druk de daktrim stevig vast. Schroef de daktrimmen vervolgens vast met waterdichte dakpanplaatsschroeven. Deze beschikken namelijk over een EPDM-ring en zorgen ervoor dat het schroefgat waterdicht wordt afgedicht. Plaats om de 50 cm een schroef voor een stevige bevestiging. Voor het vastschroeven van de daktrimmen gebruiken we de Wofar dakpanplaatsschroeven. U ziet hier een zelfborende punt. Hierdoor hoeft u de schroeven niet voor te boren en gaat hij in één keer door het aluminium en het hout heen. Hier hebben we de EPDM-ring. Deze zorgt voor een waterdichte afdichting. Dit was alweer de video over onze aluminium daktrimmen. Wilt u nog meer weten of bestellen? Ga dan op wofar.nl/daktrimmen. En onthoud, Wofar bevestigt het keer op keer.